akkoord met dit stukje gebouw. Dit is een tweede fase. Voor een gebouw van ongeveer 180.000 vierkante meter. Dat is een enorm complex. Dat doe je niet in een weekendje, dat doe je ook niet met z'n tweeën. Dus daar heb je gewoon heel veel mensen en heel veel specialisme voor nodig om dat te bouwen. Uiteindelijk zal in 2017 het gebouw helemaal klaar zijn. Dus architectuur is ook uithoudingsvermogen en erbij blijven om ervoor te zorgen dat het allemaal goed komt. Dus zorg, ziekenhuizen, dat is iets waar wij van de EGM goed in zijn. Maar ook andere gebouwen hier vlakbij, Ippenburg Leidse Veen, het stadhuis van Ifinex, heb ik ooit ontworpen, een duurzaam gebouw. Die kanarie op dat dak, die Haagse reiger, die vogel, die zorgt ervoor dat het gebouw zonder al te veel machinerieën wordt geventileerd. Natuurlijk, op een natuurlijke wijze wordt het gebouw geventileerd, onder andere door die vogel op dat dak. Het gebouw staat nu helemaal ingebouwd, vroeger stond het al eerst in de wei en nu kun je het bijna niet meer zien, want dit is eigenlijk het kleinste gebouwtje wat er staat. Een stadhuis in Zwijndrecht, een waterschapshuis voor de Hollandse Delta. Gebouwen die een functie hebben in het dagelijks leven. En er is al eerder gezegd vanmiddag, als je gaat ontwerpen, doe je dat niet alleen maar voor jezelf. Je maakt niet alleen maar iconen omdat jij het zo leuk vindt. Je maakt gebouwen voor andere mensen en ze moeten er